Dit is hem, de Z50, Nikon's eerste DX-formaat systeemcamera. 20,9 megapixel, ISO tot 51.200, dus supergevoelig in het donker. Autofocuspunten zijn verdeeld over 90% van je sensor, dus ook in de hoeken. Natuurlijk met oogdetectie AF en je kan volledig stil fotograferen. De magnesium body is compact, licht en heeft echt een perfecte grip. Voor de rest hebben we de menustructuur zoals je van Nikon gewend bent, met een elektronische zoeker, een pop-up flitser en een kantelbaar touchscreen, wat ook perfect is voor selfies. De Z50 kan filmen in 4K bij 30p, maar er zit ook nog slow motion, full HD bij 120 beelden per seconde. Voor de rest hebben we een microfooningang. Je kan timelapsen maken in 4K, maar ook timelapse fotografie doen. De Z50 is voorzien van Bluetooth en wifi, waarmee je beelden kan overzetten op je smartphone. Met de gratis app SnapBridge kun je vervolgens je beelden delen op bijvoorbeeld social media. Je kan met de app ook nog de camera op afstand bedienen. Dus je kan sluitertijd, diafragma en ISO instellen. En daarnaast kun je met de laatste versie ook nog rolbeelden overzetten op je smartphone. Tot slot de Z50 objectieven. Hij wordt geïntroduceerd met een 1650. Dit superkleine compacte objectief heeft 4,5 stop stabilisatie. Daarnaast wordt ook de 50-250 geïntroduceerd met 5 keer zoom. Nou, je kan natuurlijk alle bestaande Z-mount objectieven kwijt die we al geïntroduceerd hebben bij de Z7. En met de FTZ adapter kun je alle bestaande F-mount objectieven op je Z50 kwijt.